Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van vrijdag 14 september opgenomen door Weerplaza. Het is vrij zonnig in het land, alleen in het noorden en noordwesten is veel bewolking aanwezig. En dat kunnen we ook goed zien op de satellietfoto. En die bewolking ja, die blijft in het noorden wel aanwezig voorlopig. Er valt ook af en toe een licht buitje uit. Ook dat kunnen we goed zien hier op de radaranimatie. Het is met name in Noord-Holland en in Friesland, waar hele lichte neerslag valt, meer naar het midden en zuiden. schijnt de zon volop. En daar is het aangenaam weer. Hoewel het niet super warm is geworden vanmiddag. En dat komt omdat er vrij frisse lucht wordt aangevoerd vanuit het westen. Nou, vanavond hebben we ook te maken met wat wolkenvelden en opklaringen. En de temperatuur ligt zo rond. Zonsondergang rond de 11 graden in het binnenland. Aan zee is het ietsje zachter met 13, 14 graden. Er waait een zwak tot matige westenwind. En in het noorden moeten we nog steeds rekening houden dat er lokaal een licht buitje kan vallen. Ook vannacht is dat het geval. De temperatuur daalt dan verder naar een graad of 10 en de wind die is zuidwestelijk en meest matig. Morgen opnieuw een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Met name in het noorden kan er ochtends een buitje vallen. Smiddags is dat met name in het binnenland. En in het westen van het land zijn er dan flinke zonnige perioden. De temperatuur ligt smiddags tussen de 17 en 19 graden en er waait een matige westenwind. De komende dagen wordt het weerbeeld alleen maar warmer, want zondag bijvoorbeeld dan loopt de temperatuur al op naar zo'n 20 tot 23 graden. Het blijft dan vrijwel overal droog en er zijn flinke zonnige perioden. Maandag en dinsdag ziet het eruit dat het echt zonovergoten gaat worden. En in Limburg kan het maandag dan al zomers warm worden, met zo'n 25 graden. Ook in het oosten van het land kan het warm worden. De temperatuur kan daar oplopen naar 28 graden. Als ik dit zo bekijk, denk ik eigenlijk dat dat een foutje is. De temperatuur zal daar ook rond de 25 graden zijn. Dinsdag wordt het wel warmer. En dan kloppen die hoge temperaturen wel. 27 tot 29 graden kan het in het zuiden en zuidoosten worden. En daarbij is er flink wat zon. De dagen erna wordt de verwachting wat onzeker, maar het is zeker niet uitgesloten dat we ook in het tweede deel van de week nog temperaturen hebben die zich zo rond de 25 graden gaan ophouden. Daarna lijkt het wel weer wat minder warm te worden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.